doet ze nou? Wat doet ze nou? Ja, ze moet leren, hè? Grote meid ben je, hè? Hoe moet je zo'n grapje doen? Nou, dan moet je ook gaan slapen. Hele goedemiddag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer zondag 8 november. En we leven om 16 minuten over 2. Ja, ik kom net uit bed, hoor. Ja, ik kan er niks aan doen. Ja, ik ben er wel eerder uit geweest, hoor. Ja, want ze zijn beide al in de tuin geweest, de dames. Ze zijn nou lekker beneden. Daar zit onze Rijka. Hé, Rijka? Ja, nou? En hier ligt onze enige echte Alwin. Ja, onze beauty. Maar ze zijn allebei even mooi. Ja, het zijn allebei hele mooie hondjes. Enkel ja, dan hebben we onze Gandalf. Die is nog een beetje huiverig. Maar dat komt ook wel, denk ik, goed. Want ze zijn alle drie vannacht boven bij mij op de slaapkamer geweest. De dames lagen op mijn bed. En de heer lag op de vensterbank. Nou ja, moet toch kunnen, moet onderscheid wezen, toch? Ja, omdat, we gaan straks lopen. En een blok hier om. En dan, als ik terugkom, dan probeer ik die bin dan even op te ruimen. En ik moet nog een vlog in elkaar zetten. En ik moet filmpjes weer in mappen doen. Ik moet deze camera leeghalen, dus ik heb nog een hoop te doen. Ja. Maar ja, ik was lang niet in orde, eigenlijk nog niet, maar ja, je moet er toch weer uit, hè. Ja, ik heb hoofdpijn en daar ben ik gewoon wat misselijk van. Ja, kan gebeuren. Maar oké, maakt niet uit, hoor. Ga eerst lekker een bakje koffie doen en een broodje eten. De dieren hebben eigenlijk eten, want als je ziet hoeveel brokken er is, Elwing in dat bak hebt staan. Nou, ze hebben er nog niet een hap van gehad. Nee, dat is van Rijka. Daar komt ze ook niet aan. Wat ze wel eet, dat zijn, nou ja, jullie zien wel koekrummeltjes. Maar ja, morgen komt toch, Astrid weer de huishoudelijke zorg. Dus, ach ja. Ik ga nou echt niet de boel bij elkaar vegen. Misschien vanavond wel even, ik weet het niet. Nou, in ieder geval nog niet. Als dat maar weer netjes en schoon is, weet je. Komt ook allemaal goed. Hé? Ja, komt goed, hè, dames? Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles wat jullie doen gaan. En geniet uiteraard van mijn vlogs, waar jullie ten alle tijden welkom zijn. Gewoon bij Corina en de Beestenboel, ja. We blijven gewoon zo heten, de Beestenboel. Ik heb toch beestjes, ja. Ik heb nou weer drie. Enkel ik mis Eowyn en ik mis Arwen en ik mis Frodootje, tuurlijk. Die zitten nou in je hart, hè. En ik hoop ook bij jullie, ja. Want jullie hebben ook Frodo gekend. Jullie hebben Arwen gekend. Ja, dus en Eowyn. Dus ja, degene die al vanaf het begin op mijn kanaal zitten. Nou ja, die kennen die beestjes, dus ja. Hé, ja, nou schat. Ja, en dan gaan ze jou ook leren kennen, hè. Ja. Gaan ze jou ook leren kennen. Hé, wat is dat? Oh, wat doe je? Rijka, die kennen bovenop. Ken jij weer niet, hè. Potverdikkie. Wat doet ze nou? Wat doet ze nou? Ja, wat doet ze nou, hè? De plant moet nog weer even terug. Nee, die plant moet nog weer even terug, ja. Nou heb ik mijn rechterhand nodig. Ja, die plant moet weer even terug. Die zet ik altijd, als het gordijn dicht gaat, bij de vensterbank weg. En ik zal hem weer even draaien. Hup. Zo.
Kijk, het gaat om die. En daaronder zit ook wat in groei is. Dus we wachten het af wat het gaat worden. Ja, toch? Dan moet ik hier bekijken, want er staat een hond achter. Maar geen hondje, maar een hond. Hé, dame? En daar hebben we onze beauty Rijka. Ja, onze beauty Rijka, hè? Ja. En dat is onze beauty Elwing. Ja. Dus, maar ja, oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Het lijkt wel op mijn haar daar een beetje raar zit. Nou ja, lekker belangrijk, moet toch de wind in. Ja, toch? Dan zit het toch helemaal niet meer, nee. Maar oké, ik zou zeggen, geniet ze van alles met wat jullie doen gaan. En tot later, doei. Hallo, onze grote Elwing. Onze grote Elwing, waar is Rijka? Rijka zit in haar mandje. Legt in de mandje, moet ik zeggen. Ja, ik moet nog uitkijken. Hallo. Dag, Rijka. Rijka. Oh, Rijka. Hé, potverdikkie. Och, potverdikkie. Hé, vanmiddag ook een lange wandeling gehad, hè? Ja. En dan zijn ze moe. Althans, zij loopt nou wat heen en weer, maar ook nog maar net. Hé? Die is wel moe. Zie je allemaal. Hé? Ja, lieve vrienden. En Kandalf de Rek om gelachen. Ik had de deur open. Ja, die is nou weer even dicht, maar die kan wel weer open. En dan even het blok er weer tegenaan. Maar ik had hem even een beetje kattenmelk gegeven. En dat is nou zo goed als op. Maar toen kwam die grote neus van Elwing erbij. Ja, dat moet me niet. Want dat is kattenmelk en geen hondenmelk. Nee. Kijk, dan doen we die blok er weer ervoor. Zo, een klein stukje weer open. En dan kan toch gewoon weer binnenkomen als die wil. Want die is nieuwsgierig naar deze grote hier. Naar Elwing. Maar hij doet het allemaal nog op afstand. Ja. Hij kwam er net, gluren bij de buren, laat me zeggen. Hè? Elwing. 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 Oortjes gaan al wel af en toe. En ze moet leren, hè. Grote meid ben je, hè. Hoe moet je zo grapje doen? Nou, dan moet je ook gaan slapen. Ja, vrouwtje is aan het werk op de computer. Ja, dat moet ook af. En ik moet even medicijn innemen. Ja. Nou, mag ik cadeau, lieverd? Kiekeboe. Nee, dat is niet voor jou. Kiekeboe. Ik moet erdoor. Kom. Hup. Zo. Nou, en mijn keuken is hier schoon. Want de vaatwasser die draait. Ja, ja. Nou, dan doen we dat even in de week. Zo. Hé, madame? Ja? Het zijn allemaal nieuwe geurtjes, hè? Ja. Elwing. Is ze mooi of is ze mooi? Ja, net als Rijka. Hé? Net als Rijka, hè? Ook zo mooi. Ja, nou twee mooie dames. Wow. Hé? Ja. Twee mooie dames, kat. Twee mooie dames, kind. Och, goeie. Hé? Ja, je bent lief. Ja, je bent dus lief. Hé?
Komt goed door met jou, ja. Nou, oké, lieve vrienden, ik sluit weer even af. Ja, want ik moet met die vlog verder om die in elkaar te krijgen. Dus ja, er zit weer veel werk in en ja, ik moet nog meer doen, dus. Maar het komt allemaal goed. Ik zou zeggen, we spreken elkaar later weer. Vandaag was het maar een korte vlog van 2 filmpjes, maar dat gebeurt me wel vaker. En ja, ik ben ook een hele tijd weg geweest en dat thuis kwam weer aan het werk hier met de vaatwasser en alles. En dus ja. Ja. Ja, ik denk dat jij wat voelt, hè, hier. Ja, want ik zag wat. Ja. Nieuwsgierig, hè? Alles even verkennen. Wel leuk, toch? Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, een hele fijne, liefdevolle avond. Geniet van elkaar en met elkaar. En doe voorzichtig, doe rustig aan. Dan breekt het lijntje ook niet. Ik zou zeggen, tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei!